De allereerste editie van de Beta Break, het discussieplatform voor beta nieuws op het Science Park van het jaar. We starten dit jaar met een editie rondom een van de meest internationale onderzoeksinstituten ter wereld, het CERN in Genève. Misschien kent u het wel van de thrillers van Dan Brown, of als de bakermat van het wereldwijde web, of vanwege het grootste apparaat dat ooit door mensenhanden is gebouwd, de LHC, de Large Hadron Collider. De deeltjesversneller die niet uit de kranten weg te slaan is. Sinds dit voorjaar is deze na een stop van 2 jaar, om er even aan te sleutelen, weer in gebruik genomen. En vlak daarvoor was dit apparaat het eerste dat het langgezochte Higgs-deeltje waarnam. Het laatste voorspelde deeltje in het standaardmodel dat nu natuurkundigen gebruiken op alles. Deeltjes van quarks, elektronen tot neutrino's om ons heen te beschrijven. Het leverde gelijk daarna in 2013 een Nobelprijs op voor de voorspellers van dit deeltje, Peter Higgs en François Englert. En nu draait deze enorme machine weer en is eigenlijk de vraag, wat zoeken we? Nu het Higgs-deeltje is gevonden, zijn we alleen bezig met modellen van de natuur te verfijnen? Of zijn er aanwijzingen dat onze theorieën nog helemaal niet volledig zijn? Wat zijn die aanwijzingen dan? Welke nieuwe natuurkunde staat er te popelen om die gaten te dichten? We gaan hierover in gesprek met 2 grote namen in de natuurkunde. Professor Stan Bentvelsen en professor Erik Verlinde. Stan Bentvelsen is de directeur van het NICEF. In dit onderzoek. Stan, wat zien we hier eigenlijk? Nou, ik zie het even niet. Doet mijn microfoon het? Weet ik niet. Ik weet niet, ik zie het even niet, maar het staat hiervoor. Het is wel leuk om even te bekijken. Wat je ziet is niet een stukje van een detector, maar wat je ziet is eigenlijk een stuk van de uitsnede van de versneller. Je moet je voorstellen, in de buurt van Genève ligt een tunnel van 27 kilometer onder de grond. Ongeveer 100 meter, daar kun je naartoe met een lift. En dan kom je in een gang terecht, cirkelvormig, waarin deze buis ligt. En dit is als het ware een doorsnede van die buis. En wat je daar ziet zijn 2 pijpjes. En elk van die pijpjes die maakt een rondje van 27 kilometer. Waarin door de ene buis deeltjes worden rondgeschoten. Protonen, dat zijn waterstofkernen, met de klok mee en in de andere buis tegen de klok in. En dat doe je door die deeltjes door een magneetveld te laten lopen. Want als je een magneetveld hebt, dan buigen ze af en dan blijven ze op hun pad om rond te gaan. En dit is een deel van de versneller die eigenlijk de magneten representeert om die deeltjes om te buigen. En dat is wel bijzonder, omdat die deeltjes een enorme energie hebben. En dat betekent dat je ze ook een enorm krachtig magneetveld moet maken om ze nog op hun baan te houden. En deze magneten worden ook super gekoeld. Dus die worden tot 270 graden ongeveer onder nul afgekoeld. Dat gaat met vloeibaar helium. Daaronderin zie je ook een pijp waar dat vloeibare helium doorheen kan. En als je goed kijkt, ja, dan zie je daar ook de spoelen zitten. Waar een elektrische stroom doorheen gaat die dan dat magneetveld opwekt. En dan moet je voorstellen dat er 14.000 ampère stroom door zo'n dun superglijdend draadje gaat om die magneetvelden zo te maken. Ja, je zegt er gaat heel veel, die bundels hebben een enorme energie. Kan je een soort van een indicatie geven hoeveel energie dat is met een soort menselijke schaal erbij? Uiteindelijk de hoeveelheid energie die kun je vergelijken met die in die bundel zit met, ik geloof, 80 vrachtwagens die 100 km per uur rijden. Zo'n hoeveelheid energie zit er in die bundel die rondgaat. En dan is het natuurlijk de kwestie van, uiteindelijk komen die 2 bundels bij elkaar en dan schieten pakketjes van die protonen schieten door elkaar heen. En dan heb je dus kans dat 1 zo'n proton uit het ene pakketje botst met 1 proton uit het andere pakketje. En de rest schiet dan door. En die botsing, dat is waar het gebeurt. Daar ben je geïnteresseerd in. En daar staat dan een groot meetapparaat
om die botsing helemaal te kunnen waarnemen en daar analyses mee te doen. Oké, we gaan het zo nog. Maar het is echt heel grof. Het is alsof je een schot hagel op een schot hagel schiet. En een van de belangrijke dingen is om ook zoveel mogelijk botsingen te maken, want dan leer je het meest. Oké, super experimenteel dus. Maar naast Stan Bentvelsen zit Erik Verlinde. Hij houdt zich bezig met snaartheorie, zwarte gaten en zo zijn eigen versie van zwaartekracht. Maar hij is vooral een theoreticus. Erik, wat in zo'n experimenteel iets is de rol van een theoreticus? Waarom hebben ze jou nodig daar? Nou, allereerst is natuurlijk het standaardmodel al ontwikkeld door theoreten en dat is in de jaren 70 gebeurd. En in dat geval was eigenlijk de theorie het experiment vooruit. En er waren allerlei voorspellingen gedaan over wat voor deeltjes er dan zouden moeten zijn. En inmiddels is de experimentele zoektocht ook verder. En we hebben inderdaad allerlei deeltjes gevonden in het standaardmodel. En dan begin je ook benieuwd te worden van zijn er nog dingen die daarna gevonden kunnen worden. Is het standaardmodel af? En dan kom je ook op theoretische vragen uit van ja, wat weten we nog niet over de natuur? Het standaardmodel beschrijft inderdaad deeltjes die wij kennen, zo waar wij zelf ook uit opgebouwd zijn. En ook de krachten, maar niet alle krachten. We hebben daarin de elektrische en magnetische kracht. En kernkrachten, dat zijn de twee, de zwakke en de sterke kernkracht. Maar zwaartekracht bijvoorbeeld is niet beschreven door het standaardmodel. En dus we weten eigenlijk wel dat er toch een theorie verder moet zijn. En dan kun je kijken ook wat die theorie voorspelt en of er inderdaad dingen zijn die we nog niet hebben waargenomen. Oké, je zei net al dat de theorie soms het experiment leidt en dat soms ook andersom is. Hoe heeft zich dat ontwikkeld in de loop van de jaren? Is dat nu heel anders dan toen hij gebouwd werd? Ja, want ik denk dat nu eigenlijk het gebied ook onderzocht gaat worden waar je zou kunnen voorstellen dat er nieuwe deeltjes zijn die nog niet door de theoreten zijn voorspeld. En als je eerlijk bent, hebben theoreten ook niet eens echt heel precies een idee van wat dan gezien moet worden. Er zijn allerlei soorten modellen die voorgesteld zijn. Er is één belangrijk idee en dat heet dan supersymmetrie. Dat betekent eigenlijk dat voor alle deeltjes die we zien ergens nog een deeltje moet zijn wat we nog niet gevonden hebben. Zeg maar voor ieder deeltje dat een kracht beschrijft bijvoorbeeld, dan moet er weer een ander deeltje zijn dat weer een andere eigenschap heeft, maar dat precies in paren. Nou goed, dat is een voorspelling die theoreten hebben gemaakt, maar het is natuurlijk het experiment wat bepaalt of dat ook waar is in de natuur. Ja, je noemde dat even in het begin al. We hebben het Higgs-deeltje gevonden, of althans dat denken we dat het Higgs-deeltje is, dat we het nu hebben geobserveerd. Het is een soort sluitstuk van het standaardmodel zoals we het kennen. Tegelijkertijd hebben we ontzettend veel aanwijzingen dat dit niet het einde van het verhaal is. Erik die zegt al, er missen nog krachten in. Maar het standaardmodel bijvoorbeeld kan ook helemaal niet goed beschrijven waarom er eigenlijk überhaupt zoveel materie om ons heen is. En veel minder antimaterie. Waarom de kosmologische constante zo klein is. Het zijn allemaal heel fundamentele problemen. En het is inderdaad nu aan de experimentele natuurkunde om te achterhalen wat de volgende stap is die de natuur heeft gezet. Oké, voordat we verder gaan, mochten hier mensen die zitten die denken, ik heb een vraag, ik snap iets niet of ik wil ergens meer over weten. Mijn lieftallige collega, kan je naartoe lopen dan? En dan kan je een vraag stellen aan onze gasten. Dit kan op alle momenten, maar zij geeft dan het juiste moment aan wanneer je hem dan ook daadwerkelijk kan stellen. Voor we verder gaan, we hebben het een beetje in drie onderdelen verdeeld, dit gesprek. We beginnen bij een soort pre-Higgs era. Wat was de rol van CERN voordat daadwerkelijk dat Higgs-deeltje werd ontdekt? Dan even over het Higgs-heden. Wat gebeurt er op dit moment? Wat is nu de stand van zaken? En dan gaan we door naar te kijken wat kan nou de rol of het bestaansrecht van het instituut zijn nu we Higgs al hebben gevonden. Maar eerst dus helemaal terug in de geschiedenis. Stan, dit wilde ik graag aan jou vragen. Ja. Wanneer is het instituut CERN begonnen? En uit welke noodzaak of ideaal is dit gestart? CERN bestaat dit jaar 61 jaar. Dat weet ik toevallig omdat het vorig jaar het 60-jarige bestaan werd gevierd. En is dus eigenlijk vlak na de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, opgericht als een soort Europese tegenhanger van de activiteiten die toen in Amerika er vooral waren. Het is opgericht als een puur fundamenteel nieuwsgierigheidsgedreven laboratorium. En met in eerste instantie een aantal lidstaten uit Europa. Toen het werd opgericht was nog even de vraag waar het zou moeten komen. En op het laatst waren er nog twee plekken over
waar het om ging. Ofwel bij Apeldoorn op de Veluwe, ofwel bij Genève. En het is Genève geworden. Maar het is een nieuwsgierigheidsgedreven laboratorium. Het is fantastisch, want dat is de bindende kracht. Het doen van wetenschap is proberen je grens van je kennis te verleggen. En dat is wat CERN altijd heeft nagestreefd en dat het ook nog steeds doet. En het is eigenlijk in de loop der jaren helemaal ontwikkeld tot een wereldlaboratorium, want het aantal lidstaten is veel groter. Ook nu wordt het weer vergroot. We spreken nu over Pakistan en India als associate lid. Maar ook het is eigenlijk een wereldwijd laboratorium. Je vindt mensen uit China, Japan, Australië, Canada, overal vandaan. En allemaal met dat ene doel, wat is die volgende stap in onze kennis van de wereld van de elementaire deeltjes? En dan even super praktisch nog. Ja. Dit was natuurlijk een ontzettend duur ding om te bouwen. Wie heeft het eigenlijk betaald? Nou, dat betaalt dus iedereen uit Europa, of eigenlijk kun je wel zeggen iedereen uit de wereld. Ik zal niet ontkennen, het is een super duur ding. Maar het is ook de kracht van het samenbundelen van heel veel onderzoeksmogelijkheden. De kracht van de deelsfysica zit erin dat we een mondiale agenda hebben wat we willen gaan onderzoeken. Zo zijn we nu bezig, misschien dat we straks nog over kunnen hebben, van wat is de volgende stap? Ga je nog een nieuwe deeltjesversneller bouwen? En dat zijn we zeker van plan. Het punt is dat omdat we zo op wereldniveau kunnen samenwerken, blijkbaar in dit vakgebied, kun je heel zichtbare infrastructuren neerleggen. Maar als je het omslaat per persoon, valt het best mee. Ik geloof een kopje koffie per man, per persoon, per jaar in Nederland. Dat kan er nog wel vanaf. Hoe zit de proefopstelling bij CERN in elkaar? Hoe is er gezocht naar het Higgs-deeltje? Dat is eigenlijk al een speurtocht, die gaat al een tijdje terug, want CERN bestaat al 60 jaar. In de jaren 70 werd het standaardmodel ontwikkeld en toen werd er eigenlijk al eerste voorspellingen gedaan dat er zoiets als een Higgs-deeltje zou moeten zijn. We hebben een vorige generatie versnellers gehad die nu klaar zijn en nu hebben we dan deze versneller waar je de maquette vandaar ziet. Dat heet de Large Hadron Collider, de LHC. Het gaat erom om zo energetisch mogelijke botsingen te maken. Het gaat zo hard mogelijke knallen tussen die protonen. En de natuurwetten die vertellen je dan of er op een gegeven moment ergens tussen die botsingen een Higgs-deeltje wordt geproduceerd. En de kunst is om die uit die brei van enorme hoeveelheid botsingen eruit te halen. En is het dan, ben je dan maanden aan het voorbereiden en schiet je dan twee bundels op elkaar? Nee. We zijn jaren aan het voorbereiden en uiteindelijk staat de versneller vol continu 24 uur per dag, 7 dagen per week, 11 maanden, net geen 12 maanden per jaar, die botsingen te genereren. Dus het gaat over miljarden en miljarden botsingen. Uiteindelijk per seconde 40 miljoen. En uit die 40 miljoen proberen we dan de meest interessante te destilleren. Het is echt weer alsof je een schot hagel op een schot hagel schiet. Je weet niet van tevoren. Je kunt de protonen individueel niet zo nauwkeurig richten dat je precies weet hoe het ene proton op het andere botst. Je moet het maar gewoon proberen. En het is een soort brute force methode. Dan is de kunst om uit al die enorme hoeveelheden botsingen daar net de interessante botsing uit te halen waar een Higgs-deeltje is gemaakt. Of misschien een supersymmetrisch deeltje wat we nog niet kennen in het standaardmodel. En hoe kan ik daar zomaar bij? Zou ik ook kunnen gaan kijken wat er in die botsingen gebeurt? Of moet ik daar? Is het een exclusieve club? Nou, het is een vrij open club. Je bent natuurlijk sowieso altijd welkom om op CERN rond te kijken en een bezoek te brengen. Dat raad ik ook iedereen aan om eens te doen als je in de buurt bent. Maar om bij die meetgegevens te komen, word je lid van wat wij dan de collaboratie noemen. Het meetinstrument waar wij mee werken heet ATLAS. En dan word je dus lid van een ATLAS-collaboratie, maar dan moet je hier wat voor doen. Dus we zijn met z'n allen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van dat ding. En typisch studenten, promovendi,
die werken voor een aantal maanden of een jaar ongeveer aan algemeen belang van het Atlas-experiment. En dan zijn ze daarmee auteur. En dan hebben ze daarmee toegang tot alle meetgegevens. En kun je je favoriete analyse gaan beginnen. Ja. Ja. Oké. Okay. En Erik, mag ik aan jou vragen, hoe moeten we ons het Higgs precies voorstellen? Misschien zijn er niet alleen maar natuurkundigen in de zaal. Wat is het precies? Nou, toen het standaardmodel werd voorgesteld, toen had men een model van alle deeltjes die wij kennen en ook de krachten die daartussen werken. Maar om dat model te kunnen formuleren en het wiskundig te laten werken, dus exact te laten zijn, moest er een extra deeltje worden aangenomen wat de massa veroorzaakt eigenlijk van die krachtdragende deeltjes en van de deeltjes die wij kennen zoals de quarks en de elektronen. En dat is een hypothetisch deeltje wat al heel lang erg bekend is in een theoretisch idee, maar wat eigenlijk ervoor zorgt dat als deeltjes door de ruimte heen lopen, dat ze niet zomaar met lichtsnelheid gaan, maar dus inderdaad zich gedragen als een deeltje met een massa. En dus het Higgsdeeltje speelt een hele centrale rol in dat standaardmodel. En het moest er ook zijn om eigenlijk de theorie consistent te laten zijn. Anders zou het gewoon de berekeningen geen zin maken. Dus we wisten eigenlijk dat het er moest zijn. Dus men was ook heel natuurlijk gerust dat het gevonden werd. Maar het was niet een deeltje wat met wat een verrassing was dat het gevonden werd. Het werd dus bij een bepaalde massa gevonden. En die massa is nog trouwens niet eens heel duidelijk waarom het nou die massa heeft. En dat is ook nog wel een beetje een probleem met het standaardmodel. Is dat het Higgsdeeltje heeft een massa die eigenlijk vrij laag is. Als we gaan rekenen, dan zijn er allerlei manieren op die massa ook nog een hele andere waarde zou kunnen krijgen. En dat is ook wel de reden waarom wij denken dat het standaardmodel niet helemaal af is. Er zijn ook andere deeltjes misschien nodig, ook om te zorgen dat die Higgs het massa heeft die wij nu hebben gevonden. En dat is dus 126 GeV. Dat is een flinke massa, een zwaar deeltje. Dus 126 keer de massa van een proton. En dat is waarom het heeft het die massa en wat zit er daar nog verder bij omheen? Dat zijn eigenlijk de volgende vragen die wij willen beantwoorden. Ik ben niet helemaal met je eens. Er was een theorie, hij staat op mijn shirt, hè. Dit is in feite de theorie van het standaardmodel. Dit is die Lagrangiaan die in één formule eigenlijk alle kennis van elementaire deeltjes beschrijft. En inderdaad een heel groot gedeelte van deze formule heeft met een Higgsdeeltje te maken. Maar ik ben het niet met je eens dat we dit ding wel verwachten. Ja, we verwachten hem wel, maar het blijft een heel bijzondere ontdekking. Dat wat je voorspelt, dat het ook daadwerkelijk gevonden wordt in de natuur. Dat vind ik niet triviaal. Daar ben ik mee eens, dat het natuurlijk wel eens een opvallend iets is dat we als mensen iets bedenken wat uiteindelijk dan ook echt gevonden wordt. En dat is wel een bijzonder moment geweest. En natuurlijk op dat moment gaat de knop ook wel om. Ja. In de zin dat je denkt van nou, dit was iets wat heel lang naar gezocht werd. En misschien vonden we het inderdaad niet. Het feit dat het gevonden is, dat heeft nu inderdaad tot gevolg dat we dat standaardmodel af hebben. En dat je ook die volgende vragen veel beter kunt gaan stellen. Want ook het Higgsdeeltje zelf heeft nog allerlei vragen voor ons. Dan loop ik een beetje vooruit over waarom zijn we nog bezig met die experimenten. Dat is ook om toch te kijken, wat zijn nou die eigenschappen van dat Higgsdeeltje. En doet het nou precies wat we denken dat het moet doen met de fermion, de quarks en de elektronen die erin zitten en met die andere deeltjes. En dan moet je allerlei dingen heel goed voor checken. Ik heb nog een vraag. Op jouw shirt staan een heleboel letters en in het standaardmodel zitten een heleboel deeltjes. Waarom was het Higgsdeeltje nou het allermoeilijkste om te vinden? Waarom kon hij zich zo lang verstoppen en die rest niet? Nou, het Higgsdeeltje is wel een hele merkwaardig sujet in deze formulebrei. Het heeft inderdaad te maken met het geven van massa van alle andere deeltjes. Ik vergelijk het wel eens met vissen die zich realiseren als wij mensen vissen zijn. En dat de vis zich realiseert dat ze in water zwemmen. En dat water is dan het Higgsveld. En in feite wat we hebben geobserveerd is dan de rimpeling op het water. Of je kunt zeggen een soort rimpeling van het vacuüm, waardoor andere deeltjes een massa krijgen, is wat we het Higgsdeeltje noemen. Het is een heel bijzonder deeltje. Het heeft geen massa, of geeft geen lading, heeft geen spin, het heeft geen draaiing. Het is misschien licht, heeft misschien niet zo grote massa op de schaal van de zwaartekracht, maar op de schaal van
deeltjesversnellers is het toch nog wel een flinke massa waar je het over hebt. 125 keer de protonmassa. Daar heb je dus redelijk wat botsingskracht voor nodig om die te kunnen maken. Dus we zijn blij dat we hem hebben gevonden na een anderhalf jaar draaien met deze machine. Op halve kracht trouwens. Maar het is ook weer niet zo makkelijk. Ja. Jullie hebben allebei op het CERN gewerkt of zelfs gewoond. Kun je daar iets meer over vertellen, Erik? Ja, ik ben daar in de jaren 90, begin jaren 90 geweest. En ik ben theoreticus, dus ik werkte daar op de theorieafdeling. Je werkt natuurlijk ook in dat grote laboratorium waar alle mensen die zowel de experimenten doen als ook de ingenieurs die het bouwen aanwezig zijn. Op dat moment draaide er nog een ander experiment. Voor LHC was er het lab-experiment. Daar had men elektronen en positonen die aan het botsen waren. En die waren heel precies aan het meten hoe dat standaardmodel in elkaar zat. Die hebben ook wel gezocht naar het Higgs-deeltje, maar dat was gewoon niet voldoende energie om dat te vinden. Maar goed, ik ben iemand die meer nadenkt over wat er na het standaardmodel plaatsvindt, over die relatie met de zwaartekracht. En op CERN hebben ze dus naast het experiment ook zo'n grote theoriegroep waar veel gediscussieerd wordt over wat je kunt zien als je naar hogere energieën gaat of ook hoe je die zwaartekracht erbij kan betrekken. En dus snaartheorie is een van de theorieën die voorgesteld is, eigenlijk de meest succesvolle in de zin dat het inderdaad in staat is gebleken om zwaartekracht en kwantummechanica samen te brengen. En dat is eigenlijk waar mijn onderzoek voornamelijk heeft plaatsgevonden. Ik heb toen inderdaad gewoond op een dorp aan de Franse kant van de grens. Dus CERN dat ligt bij Genève, maar net op de grens tussen Zwitserland en Frankrijk. En het was eigenlijk ook wel leuk om al die mensen die daar aan zitten te leren kennen. En ook het werken van het experiment van nabij mee te maken. Ja. Ja, ik heb er ook 6 jaar gewoond en dat experiment wat jij nu noemt, de lab, daar heb ik heel hard aan meegedaan. En dat was, als dat zo terugblikt, het moment waarop we heel veel vertrouwen kregen in het standaardmodel zelf. Prachtige manier om na te gaan dat deze formule die hier staat, dat die ook daadwerkelijk klopt. En dus ik heb er ook 6 jaar gewoond. Ja, mijn dochter is er geboren. Ik weet niet of ze hier is. Nee. Voor we verder gaan naar de huidige stand van zaken. Vergeet niet, jullie kunnen altijd als jullie vinden dat er te veel natuurkundige woorden genoemd worden. Of dat het te snel gaat. Of je gewoon juist ergens nog meer over wil weten. Altijd vragen stellen. Kom gewoon naar voren, vertel je vragen en dan krijg je een beurt. Maar dan gaan we nu door naar het heden. Stan, in een voorgesprek, je vergeleek de situatie op dit moment met een soort schip in een haven. Zou je daar nog iets over kunnen vertellen? Ja, je zoekt natuurlijk een beetje naar een vergelijkingsmateriaal om uit te beelden wat we aan het doen zijn. En zoals Erik al zei, dat Higgs-deeltje, dat verwachten we op een of andere manier wel. Dat is wel echt het deeltje wat het standaardmodel heel erg passend maakt. We zeggen wel eens, het Higgs-deeltje past in het standaardmodel als een hand in een handschoen past. Dat gaat geweldig goed. En als je dat dus vergelijkt met een soort ontdekkingsreis, ja, dan zit je op een schip en dan ga je op ontdekkingsreis. En dan kun je zeggen dat je de haven uitvaart en nog een laatste keer een herkenbaar punt tegenkomt, de laatste vuurtorenbaken, en dat is dan dat Higgs-deeltje wat we hebben gezien. Maar zo voel ik het ook wel. We zijn nu echt op die oceaan. En zoals Erik zegt, we weten niet goed meer welke kant de natuur heeft gekozen. We weten niet goed wat we tegenkomen. Dat we iets gaan tegenkomen, daar ben ik wel redelijk van overtuigd. Ik weet alleen niet of deze machine zelf krachtig genoeg is om dat moment te bereiken. Maar we zijn aan het varen in dat schip op een soort hele open ontdekkingsreis. En die is eigenlijk veel spannender. Maar hij is ook wat onzekerder. Omdat het kan zijn dat we over de wateren gaan, maar geen nieuwe land ontdekken. Maar ja, we hebben natuurlijk wel heel veel aanhakingspunten om heel nauwkeurig na te gaan of er nieuw land is. Hè. We kunnen wel heel goed kijken om ons heen met deze deeltjesversneller. Of we
ik noem dat wel eens deuken in het standaardmodel kunnen vinden. Of we afwijkingen kunnen vinden, fenomenen kunnen vinden die we niet meer kunnen verklaren met deze formule. En zo gauw we daar ook maar iets van te pakken hebben, denk ik dat we een heel belangrijke vondst hebben gedaan. Die laat zien dat we inderdaad echt verder moeten gaan dan dat standaardmodel wat we hier kennen. En ook onmiddellijk consequenties heeft voor hoe we het universum eigenlijk als geheel begrijpen. Ja, daar wilde ik eigenlijk op inhaken. Want Erik, we zitten nu dus midden op de oceaan. We hebben nog één keer een antwoord, zeg maar wat antwoorden gekregen. Maar er zijn eigenlijk vooral heel veel nieuwe vragen bijgekomen. Weten we bijvoorbeeld zeker dat dit de Higgs is die we zochten? Of zijn er nog meer nieuwe vragen opgekomen? Ja? Nou, een van de ideeën waar ik denk eigenlijk best nog wel goed naar gekeken moet worden, is er nou het Higgs-deeltje wat in het standaardmodel staat, is dat nou echt wat we hier gevonden hebben? Want eigenlijk wat we toen gedaan hebben in dat standaardmodel is op de beste en de simpelste manier eigenlijk die massa geven aan die deeltjes en te zorgen dat het kloppend maakt. Het Higgs wordt beschreven door één deeltje, maar de vraag is er misschien een ander deeltje wat daar nog soortgelijke rol in speelt. Ik kan mij voorstellen dat er bijvoorbeeld een tweede Higgs-deeltje zou kunnen zijn. En dan zou zelfs de eigenschappen van dit Higgs-deeltje niet helemaal precies die zijn van het standaardmodel. Dus er zijn nog vragen die ook met dat Higgs-deeltje te maken hebben. Maar er kunnen ook nog andere deeltjes gevonden worden die inderdaad helemaal niet in het standaardmodel passen. Maar waar wij van tevoren nog geen goed idee hadden over waarom dat er zou moeten zijn. Bijvoorbeeld die supersymmetrie is wel heel duidelijk gemotiveerd. Maar er kunnen ook deeltjes zijn waar we helemaal niet aan gedacht hadden. Ja. En dat is ook nog wel een beetje het probleem met hoe zoek je naar zo'n nieuw deeltje. De hoeveelheid data en de gegevens die uit die botsingen komen is enorm. En je moet eigenlijk al meteen een keuze maken van wat is de soort van gegevens waar je naar gaat kijken. En hoe moet je zoeken en wat zijn de soort van signalen waar je naar kijkt. En dan is het heel sterk afhankelijk van welke theorie geloof je nu in. De een voorspelt dit en de ander voorspelt dat. En dus er zal heel veel ook samengewerkt moeten worden tussen theoreten en de experimentatoren. Om te zeggen, ja, wat is nu hetgene wat je kunt verwachten na dat standaardmodel? Ja, jij zegt dat nu, daar zijn we inderdaad heel erg druk mee bezig. Om die eigenschappen van dat Higgs-deeltje precies na te gaan. Hè, om ook te zien of de voorspellingen van dat model bewaarheid worden. En ik kom net terug uit Genève en we hebben weer mooie, prachtige resultaten. We worden volgende week publiek. Waarin we laten zien dat de kracht waarmee elementaire deeltjes het Higgs-deeltje voelen overeenkomt met de massa van die deeltjes. En dat is nou precies waar dat hele Higgs-deeltje voor is gemaakt in het standaardmodel. En dat vind ik heel spannend om te zien. Want dan ben je echt ook in die eigenschappen van het deeltje aan het kijken in hoeverre die overeenkomen. En dan natuurlijk op zoek naar hele nieuwe fenomenen. Ja, ja, want waarom zouden we een vermoeden hebben dat onze theorieën nog niet volledig zijn? Wat zijn de soort van de rafelranden? Waar zie je aan van we zijn nog niet compleet? Nou, we noemden er al een paar. Hè. Het standaardmodel beschrijft een aantal fundamentele krachten, wisselwerkingen tussen de elementaire deeltjes, maar niet allemaal. We hebben uiteindelijk nog de zwaartekracht die we niet snappen. Maar ook dingen als waarom hebben we zoveel materie om ons heen en waar is de antimaterie gebleven? We weten, of althans we speculeren, dat we begonnen zijn met een oerknal. En daarin zouden de natuurwetten, voor zover we ze hierop hebben geschreven, evenveel materie als antimaterie voorspellen in het bestaan. Maar dat is niet wat we observeren. Er zijn nog veel meer problemen. Het feit dat het Higgs-deeltje op schalen waar je zwaartekracht belangrijk is, waarom dat deeltje daar nog zo'n lage massa heeft, dat begrijpen we ook niet goed. Dat vacuümveld, dat water wat we eigenlijk hebben gezien door middel van van die rimpeling op het water, betekent in feite ook een soort energiedichtheid die om ons heen zou moeten zijn. In het heelal. Van die energiedichtheid begrijpen we ook helemaal niets. Er zitten ongeveer 130 orde van grootte fout met wat we observeren aan het heelal. Dus er zitten ontzettend veel vragen hebben we over. En zoals Erik al zei, nu we dat Higgs-deeltje hebben gevonden, worden die vragen pregnant. Ja. Daarvoor wisten we, kon je altijd nog van ja, maar misschien is dat Higgs-deeltje niet en misschien is er wel een hele andere oplossing. Nu hebben we dat Higgs-deeltje. Maar nu worden die vragen die voorbij dat standaardmodel liggen,
heel fascinerend om, om daar iets meer over te weten komen. Ja, ik wil hier nog iets meer over zeggen. Er is natuurlijk inderdaad allerlei andere vragen die we nog niet beantwoord hebben over met name die zwaartekracht. En een van die vragen waar men heel druk mee bezig is, is waarom bij melkwegstelsels en andere grote systemen in de kosmos er meer zwaartekracht lijkt te zijn dan dat wij kunnen zien eigenlijk aan de materie die zichtbaar is. En een van de belangrijkste ideeën die naar voren is gebracht, is dat er misschien meer deeltjes zijn die ook aanwezig zijn werkelijk in het universum, die extra zwaartekracht veroorzaakt, maar die je niet kunt zien. Dat wordt dan donkere materie genoemd. En een heel belangrijk motivatie toch wel om te zoeken naar die extra deeltjes, is dat als er zo'n deeltje gevonden wordt, dat ineens verklaart waarom er zoveel extra materie in de ruimte is, ook in die melkwegstelsels, dan zou je een verklaring voor die verschijnselen hebben. Of dat nou de juiste verklaring is, dat weten we eigenlijk niet, want er zijn allerlei andere manieren waarop uiteindelijk die extra zwaartekracht misschien tevoorschijn komt als je zwaartekracht beter zou begrijpen. Maar het is zeker voor die experimenten een belangrijke motivatie om zo'n donkere materiedeeltje te kunnen vinden. En dan kan dat misschien ook heel goed passen in die ideeën die mensen hebben over wat er dan na dat standaardmodel kan gebeuren. Er zijn bepaalde deeltjes die als je die zou vinden, die zouden, als die geproduceerd zijn in het vroege universum, nog steeds leven en nog steeds aanwezig zijn en die extra massa verklaren. En ja, dat is wel een hele fascinerende vraag waar we heel actief naar op zoek zijn. Hè. Wat kunnen we nou de identiteit vaststellen van die donkere materie? Het is niet zo dat het maar een kleine fractie is. Uiteindelijk als je de hele energie- en materiehuishouding van het universum optelt, dan is het ongeveer 96% bestaat het uit donkere materie en donkere energie. Spul waar we van niet weten wat het is. En maar 4% de deeltjes die we dan wel kennen binnen dat standaardmodel. Dus er is nog ontzettend veel wat we niet weten. We weten eigenlijk het overgrote gedeelte niet. En die theorieën die iets over het beheersbaar maken van het Higgs-deeltje kunnen zeggen, bijvoorbeeld supersymmetrie, zijn tegelijkertijd kandidaten voor het bestaan van donkere materiedeeltjes. En dat zou wel een hele mooie oplossing kunnen zijn, dat we straks vaststellen wat die donkere materie is en dat het tegelijkertijd de oplossingen biedt van die problemen waar ik het zojuist over had met dat Higgs-deeltje. En je zei net, hij draait nu op de helft van de energie. Niet meer. Nu, hij draait inmiddels op de volle. Hij draait sinds begin dit jaar, sinds mei, juni, op de volledige energie. De machine die heeft 2 jaar lang stilgelegen om die upgrade naar die hoge energie te kunnen maken. Er was een probleem eerder met een helium toevoer. Dus we draaien nu eigenlijk met de volle kracht. Dat hebben we nog niet eerder gedaan. Maar we hebben nog lang niet zoveel botsingen gevonden dat we ook echt conclusies kunnen trekken over het vinden van nieuwe deeltjes. Daarvoor hebben we stomweg meer statistiek nodig. Wij zijn de wetenschap die altijd meer dan 5 sigma zekerheid moeten hebben voordat we een uitspraak doen of er ook iets gevonden is of niet. Dus in de komende 3 jaar en eigenlijk in de komende 10 of 15 jaar... wordt de statistiek enorm veel vergroot en dan kunnen we echt heel nauwkeurig nagaan. Ja, daar hebben we een vraag over uit het publiek over. Oh ja, heel goed. Hi. Jullie hebben het een paar keer over de zwaartekracht gehad. En dan hebben we het natuurlijk over heel andere energieniveaus. Planckschalen en hele. Hoe groot achten jullie de kans dat we toch nieuwe natuurkunde kunnen vinden op de energieniveaus van de huidige deeltjesversnellers of toekomstige deeltjesversnellers? Hoe groot achten jullie de kans dat iets als supersymmetrie of nog andere spannendere dingen haalbaar zijn in die... Ja, het is altijd lastig om in kansen te spreken. Iemand zegt wel eens van, er is 50% kans, want je hebt kans dat je het wel vindt en kans dat je het niet vindt. Die supersymmetrische theorieën die zijn het meest natuurlijk, noemen we dat, het meest vanzelfsprekend. Als de deeltjes die voorspeld worden, eigenlijk binnen het bereik liggen van deze versneller. De theorie zelf, de elegantie van de theorie gaat steeds meer wringen. Naarmate die deeltjes meer en meer buiten het bereik van deze machine liggen.
ook, dat geldt ook voor donkere materie. Daarvan is ook de, laten we zeggen, de meest natuurlijke voorspelling dat deeltjes zijn die we, waar we bij kunnen. Ja, ik wil er vanuit theorie op optiek ook iets over zeggen. Er is natuurlijk allerlei ideeën van wat er nodig is om dat standaardmodel nog beter en nog natuurlijker te laten zijn. En dan beginnen we eigenlijk net bij die energieën te komen waar we nu die experimenten bij lopen. En dan is het altijd net de vraag van, ben je precies goed of ben je net eronder? En wij weten dat er uiteindelijk wel iets moet zijn. Maar of de experiment krachtig genoeg is om het te vinden, dat is dan even de onzekerheid die je hebt. En dat is waarom het een spannende tijd is. Maar ik zelf zou ook zeggen 50-50, dat we iets... Nee, eigenlijk, ik denk eigenlijk dat op het moment dat je door gaat zoeken en je weet, er is geen enkele reden waarom er niet iets meer zou kunnen zijn, op een gegeven moment vind je wel iets. En dan moet je uiteindelijk gaan begrijpen van, ja, waar past het dat in? Of dat nou iets met die zwaartekracht te maken heeft, dat is dan weer de volgende vraag. Of het verklaart wat donkere materie is, is ook de vraag. En we weten ook niet of het supersymmetrie is of iets anders. Snaartheorie geeft allerlei modellen en ook allerlei ideeën van wat er zou kunnen zijn. Ook extra dimensies bijvoorbeeld is iets wat nagezocht wordt. Of dan mini zwarte gaten. Nou goed, daar worden allerlei limieten nu opgelegd. Van ja, dus ze moeten zwaarder zijn dan dit, want anders hadden ze al gevonden hebben. En dat is een beetje wat het experiment ook doet. Is dat van al die modellen die er zijn, al die verschillende manieren om de natuur te laten werken, zijn heel veel dingen worden uitgesloten door het experiment. Zonder het experiment hebben we als theoreten heel weinig houvast. En dan zijn we heel snel in staat om allerlei vreemde en wilde ideeën naar voren te brengen. Maar het is juist het experiment wat duidelijk maakt dat die ideeën bijvoorbeeld niet juist zijn. Ook wat betreft die donkere materie. Het is inderdaad waar dat als je vraagt wat zijn de meest natuurlijke manieren om dat te verklaren, dan moet zo'n deeltje een bepaalde massa hebben. Het moet ook op een bepaalde manier kunnen botsen met die andere deeltjes. En daar zit een soort parametergebied waar je kunt zoeken. En wat zo'n experiment eigenlijk kan doen, is dat uit aan het sluiten. Want hier hebben we niks gevonden, daar hebben we niks gevonden. En op een gegeven moment weet je dus dat je ergens in een kleine hoek achterblijft. Van dat is daar je theorie moet zijn. Ja, ik wil er nog één ding aan toevoegen. Het gaat niet alleen bij dit soort zoektochten, gaat het niet alleen bij zo hard mogelijke knallen. Dat is wel heel belangrijk. Maar uiteindelijk gaat het ook een beetje technisch, gaat het ook om de precisiemeting. Omdat sommige effecten van afwijkingen van het standaardmodel te vinden zijn in wat we dan noemen kwantumcorrecties. Subtiele kwantummechanische effecten die je ook experimenteel zichtbaar zou kunnen maken. Dus de uitdaging is niet alleen de botsingsenergie zo groot mogelijk te maken. De uitdaging is ook heel duidelijk op dit moment om de nauwkeurigheid van de metingen zo hoog mogelijk te maken. En daarvoor hebben we ook zo vreselijk veel statistiek nodig. Omdat die minieme afwijkingen van de theorie eigenlijk al aangeven dat er iets nieuws moet zijn. En als je slim genoeg bent kun je ook al nagaan wat dat zou moeten zijn. Wat voor deeltjes daar dan een rol spelen in die kwantumcorrecties. Daar heb ik nog wel een vraag over. Want je hebt dus die deeltjes die heel hard rondchasen. Hoeveel parameters daaraan kan je aanpassen? Kan je hem alleen maar harder zetten of kan je hem een beetje richten of ander soort deeltjes erin stoppen? Er zijn eigenlijk twee belangrijke parameters van die machine. Dat is de energie van de botsing. Die is nu maximaal. De magneetvelden die kun je niet nog sterker krijgen. En dat bepaalt de limiet. Als je de deeltjes nog, bij spreken, sneller zou laten rondlopen, dan zouden ze uit de bocht vliegen. Dus dat is als het ware een soort natuurlijke maximum van deze versneller. En we zijn dus op CERN zijn mensen bezig om magneten te ontwikkelen die nog sterker zijn. Dit zijn magneten van 8 Tesla, 8,5 Tesla ongeveer. En de andere parameter is de intensiteit van de botsingen. Gewoon de stomweg de hoeveelheid botsingen, om die nauwkeurigheid te bepalen. En dat doen we door niet één pakketje met deeltjes rond te schieten, maar uiteindelijk meer dan 2000, ongeveer 2400 van die pakketjes die als een trein door die versneller heen gaat. Om daarmee die luminositeit, de hoeveelheid botsingen, zo hoog mogelijk te maken. En dat is een programma waarvan CERN nu al heeft gezegd dat zeker tot voorbij 2030 zal doorlopen. Dus we hebben het echt over lange termijn fysica, om die uiterste precisie uit die machine te halen. En dan zijn er daarna alweer plannen voor een volgende, zijn er alweer plannen voor een volgend apparaat, of is het, blijft zijn, het hierbij? Je kunt altijd verder denken en er zijn een heel aantal hele interessante ontwikkelingen. Sommige mensen die zeggen, we moeten weer terug naar die puntdeeltjes, uiteindelijk
Wat we nu versnellen zijn geen puntdeeltjes, zijn protonen. Proton is voor mij een vuilniszak vol met quarks en gluonen. En dat zijn eigenlijk een beetje vieze botsingen. We moeten misschien weer terug naar het versnellen van echte puntdeeltjes, waarbij je een hele clean botsing krijgt tussen materie en antimaterie puntdeeltjes zoals bij LEP. Alleen die vliegen zo makkelijk uit de bocht, dat kun je niet meer in een cirkel doen. En daarom wordt er gedacht aan lineaire versnellers. En dan moet je denken aan infrastructuur van 40 kilometer lang, waarbij je pijpen hebben die van die twee kanten elektronen en anti-elektronen met elkaar in botsing brengen door ze te versnellen over die 40 kilometer. Daar zijn vergevorderde plannen nu voor in Japan. Dus misschien moeten we met z'n allen straks Japans leren. En waarom ja. zouden ze die recht willen maken in plaats van rondjes laten vliegen? Nou, omdat die lichte deels, die elektronen, die vliegen te makkelijk uit de bocht. Of eigenlijk verliezen ze te makkelijk energie als je ze ombuigt. Je kunt ze beter in een rechte lijn versnellen dan dat je ze in een rondje probeert te krijgen. Dan kun je ze gewoon meer energie geven. Ja, het mooiste zou wel zijn als er een klein signaal of een signaal komt uit LHC, wat dus dan een soort ontdekking is van iets nieuws. Maar dan kun je zo'n machine bijvoorbeeld ontwerpen dat je heel precies gaat zitten kijken naar dat nieuwe wat je dan gevonden hebt. Dus dat is eigenlijk ook hoe LEP heeft gewerkt. En dus ik denk dat als in LHC niets gevonden wordt, helemaal geen enkele indicatie over iets wat er dan verder is, dat het ook best wel moeilijk wordt om te blijven motiveren, moeten we nou naar een volgende machine. Dus we hopen eigenlijk natuurlijk dat er wel iets is. En dan is zo'n volgende machine ook makkelijker te ontwerpen. En ook, dan heb je een reden om dat te doen. We hopen dat die machine in Japan gaat werken. Maar ook daar zal nog heel veel tijd tussen zitten. Tussen het idee om het uiteindelijk te gaan bouwen, de beslissing. En dan het aantal jaren dat men bezig is om het te ontwerpen. En er zijn allerlei uitdagingen, ook op technisch gebied, om zo'n machine die energie te geven die je uiteindelijk wilt hebben. Ja, maar een van de hoofdredenen op dit moment om die machine in Japan te bouwen is toch om dat bekende deeltje wat we al hebben gevonden, het Higgs-deeltje, weer een orde van grootte nauwkeuriger te kunnen bestuderen dan dat we met die grove protonbotsingen bij LHC kunnen. Om te kijken of je dan in die nauwkeurigheid afwijkingen vindt van de voorspellingen. Er wordt trouwens ook, ik weet niet of we het daarover gaan hebben, maar er wordt ook op heel andere manieren natuurlijk gezocht naar donkere materie bijvoorbeeld. Hoe dan? Vertel ons meer. je zou dus donkere materie in die botsingen kunnen maken, zeg maar man-made donkere materie. Maar als je zegt dat de donkere materie om ons heen zwerft, dan zou je het ook zichtelijk kunnen maken door die subtiele botsingen die donkere materie heel af en toe heeft met gewone materie zichtbaar te maken. En bij het NICEF zijn wij ook betrokken bij bijvoorbeeld een experiment in de bergen van Italië, bij Gran Sasso, dat ligt naast Rome. Dat is een berg van 2 kilometer hoog en daar loopt de snelweg doorheen. En als je aan de zijkant van die snelweg is een soort extra tunnel uitgegraven, een grot. En dat is omdat je op die plek, omdat je onderin de berg zit, ontzettend weinig verstoringen hebt van kosmische straling, kosmische deeltjes die een meting kunnen verstoren. Het is eigenlijk een hele stille omgeving, waar wel die donkere materie zou moeten zijn. En daar zijn we met een gevoelige apparatuur bezig om te zien of in die hoeveelheid donkere materie die daar, net als hier om ons heen, rondzweeft, of die af en toe een atoom aanraakt wat we kunnen observeren. En dat is dan een xenonatoom. Oké, je laat zien dat er ook wel samengewerkt wordt. En ik heb ook wel eens gehoord dat, omdat er zoveel nationaliteiten samenwerken bij CERN, dat het wel op zich een Nobelprijs voor de vrede zou kunnen verdienen. Ja. Hoe harmonieus zijn al deze samenwerkingen? Is er een soort van competitie over resultaten? Want er zijn dus 2 detectoren bij CERN die al tegen elkaar aan het strijden zijn. Ja. Japan wil nu hun eigen deeltjesversneller. Ja. Nou, dit speelt op heel veel niveaus. En je hebt het over 2 detectoren. Dus bij die staan er eigenlijk 4, maar goed. Rond die LHC-versneller staan een aantal grote detectoren. Die zijn gewoon in wetenschappelijke competitie. En die competitie is heel fors. Er wordt heel hard gewerkt. In elke collaboratie werken 2.000-3.000 personen. En elke collaboratie wil gewoon als eerste de nieuwe metingen, de interpretatie van de data hebben gemaakt. En uiteindelijk
komt een collaboratie met een publicatie naar buiten. En die wordt dan vergeleken met die van de andere collaboratie. Maar in die collaboratie van 2000 man heb je natuurlijk ook heel veel competitie. Wij zijn hier op het NICEF bezig om de beste analyse te maken van het gedrag van het Higgsdeeltje. Maar dat doen ze op heel veel instituten in de wereld. En er is altijd een mate van samenwerking, maar ook een hoge mate van competitie. En ja, om het maar eens te zeggen, dat houdt je wel scherp. Maar het is dus niet zo makkelijk. Er wordt gewoon heel hard gewerkt om te zorgen dat jouw ideeën over hoe je dit onderzoek moet doen, want uiteindelijk doen promovendi, postdocs en wetenschappers doen de analyse, om die zo krachtig mogelijk te maken dat je ook de interne competitie, dat je daarin vooraan loopt. Ja. Oké, dan voor we doorgaan naar het volgende stukje wil ik nog één keer zeggen, kom gerust vragen stellen. Maar nu graag naar de toekomst. Want we hebben dit ding nu, maar er zijn nog dus een aantal plekken waar we onze kennis kunnen aanvallen. En waaronder, het is al een paar keer genoemd, supersymmetrie. Erik, zou je hier kort iets over kunnen vertellen en waarom we het nodig hebben vooral? Ja, dat heeft te maken met, ik zei al, de massa van dat Higgsdeeltje en ook die kwantumcorrecties die Stan al eerder noemde. Dat zijn hele subtiele correcties, maar als je die uit gaat rekenen, dan kunnen daar hele grote effecten uitkomen die de massa bijvoorbeeld van het Higgsdeeltje een andere waarde geeft. En dat moet je voorstellen dat daar de deeltjes die tussen, als je botsingen hebt, dan kunnen er allerlei deeltjes daartussen zitten die ook lussen maken en allerlei dingen doen. En het blijkt dat om te zorgen dat alles goed blijft werken en consistent blijft, dat we twee soorten deeltjes moeten hebben. Namelijk wat we dan de bosonen noemen, waar dingen met een plusteken gaan, en de fermionen, waar dingen met een minteken gaan. En het idee van supersymmetrie is dat eigenlijk ieder bosonisch deeltje met een plusteken ook een deeltje met een minteken heeft. Zodat als je alles uitrekent bij elkaar, dat netjes eigenlijk tegen elkaar weg kan vallen. En dat zou het hele model veel beter laten werken. Maar het probleem is dat we eigenlijk nog niets hebben gevonden wat zo'n paar van supersymmetrische deeltjes is. We hebben alleen maar één van de twee. En men zegt, we hebben in ieder geval de helft gevonden. Maar de andere helft is er dus helemaal nog niet gezien. En dus het is een idee van, dit is een symmetrie die niet helemaal exact aanwezig is. Dat betekent dus dat de deeltjes toch nog net verschillende massa's kunnen hebben. En de vraag is van, wat is nou de massa of de energie waar we moeten kijken, waar we dat eerste supersymmetrische deeltje gaan vinden. En als je kijkt naar de modellen die we dan schrijven, is vaak dat eerste deeltje wel een heel belangrijke. Want dat zou wel eens een deeltje kunnen zijn wat dan ook stabiel is en dat zoveel aanwezig kan zijn, extra massa in het universum kan produceren, dat het die donkere materie verklaart. Dus men heeft eigenlijk, dat is ook de reden dat men hierin gelooft, is dat toch twee ideeën, namelijk van die supersymmetrie en van donkere materie is een deeltje, dat lijkt ineens heel goed bij elkaar te passen. En als dat ontdekt wordt, natuurlijk zou dat een van de grootste ontdekkingen zijn die je toch maakt met zo'n versneller. Maar zou dat moet weer je veel Nobelprijzen opleveren? Oh ja, zeker. Ja. Ik bedoel, dit is denk ik gewoon voor iedereen wel zo'n grote vraag dat je bijna zeker weet dat als je daar een oplossing voor vindt, dat een prijs oplevert. Dat denk ik ook wel, ja. Denken jullie dat er nog hoop is voor supersymmetrie als we het niet vinden? Oh ja, er is volop. Juist nu wordt het heel spannend, omdat we nu met die versneller die nieuwe energiebarrière hebben, of die energie hebben bereikt. Waardoor we juist heel veel kans hebben om supersymmetrie te ontdekken. Experimenteel gezien beschouwen we supersymmetrie een beetje als een soort model wat alle nieuwe mogelijkheden voor het vinden van nieuwe deeltjes een beetje herbergt. Het aantal vrije keuzes die je nog kunt maken in het model, in dat framework van supersymmetrie is zo groot dat de experimentele signaturen van supersymmetrie, die zijn zo enorm breed dat je daarmee eigenlijk het hele scala van mogelijkheden wel zo afgaat. Dus het is voor ons een vehikel om op een of andere manier duidelijk te maken op wat voor idioot verschillende manieren we op zoek zijn naar botsingen die je niet meer kunt verklaren met het standaardmodel. Het is een soort generiek bijna. Ja, er was natuurlijk al hoop dat men supersymmetrie kon vinden bij de vorige experimenten die gedaan werden bij de halve kracht van de machine. Dat is dus toen niet gevonden.
Er zijn ook niet direct al aanwijzingen dat we ergens al iets een beetje verborgen zit. Dus er moet best wel echt goed nog verder gezocht worden om die eerste ontdekkingen te kunnen maken. En dus het is best een spannende tijd, want ik denk dat de ruimte die we nog hebben om die extra deeltjes te vinden, die wordt langzaamaan toch kleiner. Als je verder gaat in de tijd en je hebt nog niks gevonden, op een gegeven moment moet je toch de conclusie trekken, hier is geen nieuw deeltje. En ja, de vraag is van, komt er op een gegeven moment zo'n moment dat omslaat en dat er ineens gezegd wordt, ja, nu hebben we iets nieuws gevonden wat dan die supersymmetrische deeltjes zijn. Dus de hoop is het meest dat we een soort hint vinden, ergens een heel klein deukje of heuveltje in een grafiekje en dan een heel nieuw experiment moeten bouwen daarvoor weer. Ja. Bijvoorbeeld, dat zou kunnen. Het aardige is dat als het inderdaad supersymmetrie is, als je dan, zoals Erik uitlegt, hoort er bij elk deeltje wat we tot nu toe hebben, en dat zijn er een stuk of 18, dat daar supersymmetrische partners bij horen. Dus dat betekent dat je niet één deeltje zou moeten vinden, maar een heel spectrum. En het napluizen van zo'n spectrum, dat lijkt me een hele fascinerende zoektocht. Ja. En er is dus ook nog de mogelijkheid dat we geen supersymmetrisch deeltje gaan vinden. Dus ook geen donkere materie deeltje. En daar wil ik eigenlijk Erik ook nog wel even over vragen. Dat lijkt me dat jij dan misschien... Er is dus... Ik vind eigenlijk twee verschillende vragen. Gaan wij nieuwe deeltjes vinden bij deze versneller? Ik denk dat die kans best wel aanwezig is. Maar gaat dat deeltje ook verklaren waarom wij in die melkwegstelsels zoveel extra materie of extra zwaartekracht zien? Dat laatste geloof ik inderdaad niet in. Omdat ook op dit moment we bezig zijn om die zwaartekracht nog eens een keer anders te begrijpen. Men heeft de oude theorie van Newton, die is eigenlijk al vervangen door die van Einstein. En is heel lang een reden geweest waarom je denkt, nou, de Einstein-theorie zou heel goed moeten werken, ook op grote afstanden. En dan moet je extra materie aannemen om die extra zwaartekracht te kunnen verklaren. Maar het zou ook kunnen zijn dat die zwaartekracht toch anders werkt op die schaal van zo'n melkwegstelsel. En dat begint steeds duidelijker te worden dat eigenlijk aan de hand is. En dan heb je geen extra deeltjes nodig om die extra zwaartekracht te verklaren die in die melkwegstelsels en op grotere afstanden aanwezig is. Als je echt vraagt van waar gebruiken de kosmologen en de astrofysici die donkere materie voor, dan is het alleen maar om inderdaad de materie dichter bij elkaar te brengen, meer zwaartekracht te hebben, om een soort gravitationeel veld te creëren waar die deeltjes in zitten. Maar of het nu uit een deeltje bestaat of dat het zo'n ander verschijnsel is waardoor die extra zwaartekracht tevoorschijn komt, is voor het verklaren van de waarnemingen in de kosmologie niet belangrijk. Dus de sprong om dan naar een extra deeltje te gaan wat dan dicht ligt bij wat we kunnen detecteren, dat is best een grote aanname. En het is natuurlijk een motivatie om te zoeken en men moet ook zoeken, want ook direct of wij die botsingen kunnen zien zoals in die grotten onder een berg. Als daar iets gevonden wordt, ja, dan is het een belangrijke ontdekking. Maar als er niets gevonden wordt, op een gegeven moment gaan we ook afvragen, is er misschien een andere verklaring. En ik geloof inderdaad dat die zwaartekrachtstheorie uiteindelijk een andere zal worden als we naar die verschijnselen moeten gaan kijken bij melkwegstelsels. Er beginnen al inmiddels al meer mensen daaraan te twijfelen of bent u nog een eenzame pionier? Nee, dit is een langzaam proces. De wetenschap gaat meestal voort op allereerst het aannemen van wat we kennen en dat extrapoleren naar situaties zolang men daar nog gelooft dat zou kunnen. Als daar een hele nieuwe theorie ineens voor nodig is, dan is dat iets wat pas langzaam wordt ontwikkeld. Maar ik ben niet de enige die nadenkt over zwaartekracht om daar een andere verklaring voor te geven. Er is een heel vakgebied wat nu in mijn uit die snaartheorie is voorgekomen, waar wij zeggen zwaartekracht dat is emergent, daar bedoelen we mee, wij kunnen het verklaren uit een onderliggende beschrijving. En we beginnen steeds beter ook de wiskunde te snappen die daarvoor nodig is. En dus ook uit diezelfde redenering dat je wiskundige vergelijking kunt opschrijven die extra donkere materie gaat verklaren. Okay, nou, ook dit is natuurlijk wel een hele spannende, want juist ook in de komende jaren zijn we erg gevoelig voor het vinden van donkere materie wel als een deeltje. En ik denk dat het een hele belangrijke experimentele stappen zijn. En ik vind het heel, heel mooi om te horen dat je een andere verklaring geeft voor het samenklonteren van sterrenstelsels in het universum. Maar een deeltje zou het ook heel erg goed kunnen beschrijven. En daar moeten we naar op zoek ook. Mag ik iets vragen aan Erik? Als je dus voor zo'n emergente zwaartekracht, zou jij een tegenexperiment kunnen bedenken?
om dat weer aan te tonen, boven het deeltje uit? Nou, allereerst zijn er dus eigenlijk al de waarnemingen die je doet aan de feitelijke extra zwaartekrachten. Hoe die sterrenstelsels roteren en wat zijn dan de eigenschappen van de snelheden als functie van de afstand. Daar zijn hele er zijn bepaalde wetmatigheden die daar gelden, die je probeert dan af te leiden. Dus op het moment dat je een theorie hebt, dan kun je direct met waarnemingen gaan vergelijken. Niet met waarnemingen in het experiment in deeltjesversnellers, maar met de waarnemingen waar we donkere materie zien. En donkere materie, de aanwijzing daarvoor komt uit astronomische en kosmologische observaties. En niet zozeer doordat wij nu bij deeltjesversneller een aanwijzing hebben gevonden voor het bestaan ervan. Dus er is een enorm verschil tussen wat je doet in de waarneming in de kosmos, waar je satellieten en telescopen en dat soort dingen gebruikt, of waar je probeert op aarde versnellingen deeltjes te laten botsen. Dus dat is een andere aanpak. Dus misschien zouden bijvoorbeeld zwaartekrachtgolven van Virgo of observaties van de nieuwe Space Telescoop helpen? Nou, het bestaan van zwaartekrachtgolven is iets wat uit die theorie van Einstein volgt. En ik denk dat daar gewoon nog geen enkele reden is om aan te twijfelen dat die er ook zijn. Maar ik denk vooral inderdaad aan de waarnemingen die met de kosmologische schaal te maken hebben. Dus je hebt sterrenstelsels, je hebt clusters van sterrenstelsels. Dingen die te maken hebben met de versnelde uitdijing van het heelal. Want dat is één ding wat ik even nog wel wil zeggen. Er is dus niet alleen donkere materie, er is ook donkere energie. En dat is eigenlijk het grootste deel van de energie in het universum. Dat is 70%. Als donkere materie ook gewoon een deeltje zou zijn, dan hebben we nog niets geleerd over die donkere energie. En dat is dan nog een veel grotere vraag geworden. Terwijl juist de kijk waar ik het over heb, die emergente zwaartekracht, die voegt eigenlijk donkere energie, donkere materie en gewone materie samen in één geheel op een hele natuurlijke manier. En dan begin je een theorie te maken die eigenlijk al dat geheel verklaart en niet alleen maar de losstaande onderdelen. Je noemt nu even zwaartekrachtgolven. Dat is ook weer typisch zoiets waar je niet al te makkelijk over moet doen, vind ik. Ze worden voorspeld door de dynamica van de algemene relativiteitstheorie. Ze zijn nog nooit geobserveerd op een manier zoals we nu op het punt staan om ze te observeren. Namelijk als er ergens in het universum zwarte gaten of neutronsterren of iets dergelijks met heftige interacties op elkaar klappen. Dat ze dan golven gaan uitzenden die we hier op aarde kunnen detecteren. Daarvoor worden ook experimentele infrastructuren gebouwd. We zijn nu bezig met een interferometer in de buurt van Pisa. Waarin we ongelooflijk nauwkeurig kunnen nagaan of de ruimte zelf een klein beetje golft. Via slimme manier van lichtweerkaatsing. Dat is weer dat pleidooi voor het experimentele aspect. We moeten eerst, vind ik, deze theorie van Einstein ook de zwaartekrachtgolven van kennen, voordat we weer de volgende stap gaan zetten. Dus soms moet je, vind ik, een beetje teruggaan naar wat we wel en niet weten. En het is altijd heel mooi om te theoretiseren, maar uiteindelijk moet je het leren van de natuur. Daar ben ik wel mee eens. En ik denk ook dat inderdaad die zoektocht naar die zwaartekrachtgolven een heel belangrijke stap is en een soort bevestiging is van die Einstein-theorie. Hier is inderdaad de vraag van, zijn we eigenlijk de theorie die we al hebben verder aan bevestigen. En dan is ook het verschil tussen wat waargenomen wordt en de experimenten en de theorie wordt dan weer kleiner. Ja. En dan ben je inderdaad, op het moment dat het dan af is, kun je zeggen, dan ga je die volgende stap maken. Maar voor mij is inderdaad dat probleem van die donkere materie, of in ieder geval wat we zien in die sterrenstelsel, zo'n groot probleem, dat voor, denk ik voor een theoreet best een interessant en ook toegestane veld is om aan te werken, wat mij betreft. We zijn aan het einde van het uur gekomen, dus er is nog één vraag, daarmee wil ik graag afsluiten. Ja, er werd al net een beetje op gehint, stel we vinden niks en het blijkt te moeilijk om een nieuwe deeltjesversneller te... om de kosten daarvan bijvoorbeeld goed te praten, in die zin. Dan is er opeens 20 miljard wat aan andere experimenten besteed gaat worden. En eigenlijk is mijn vraag aan Stan dan, van wat ga je dan doen? Wat zijn de alternatieven als er nu niks gevonden wordt en de deeltjesversneller blijkt... Dit blijkt de grootste deeltjesversneller die we gebouwd hebben. Ik begrijp je vraag niet helemaal. Zeg je dan je kunt nog wel 20 miljard in de deeltjesfysica besteden? Nee, ik bedoel, wat voor andere experimenten? Wat zijn andere mogelijkheden om meer te leren over bijvoorbeeld de deeltjesfysica als de deeltjesversneller? Als dit blijkt dat we zover kunnen gaan met een deeltjesversneller?
Ik denk dat er nog heel veel kansen zijn om ook te kijken naar wat er buiten gebeurt. Dus jij noemde al de kosmologie. Ik denk dat het een heel interessant vakgebied is om, om te kijken of je ook primordial gravitational waves kunt vinden. Of we helemaal goed begrijpen hoe het spectrum eruit ziet van de kosmologische achtergrondstraling. Ik denk dat we daar nog heel veel fysica te weten kunnen komen. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan satellieten. Je kunt denken aan, zwaartekrachtsgolven op een veel nog weer een niveau verder te brengen. Dan heb je het over een Einstein-telescoop, waarin je probeert om nog veel subtielere effecten van zwaartekrachtsgolven te meten. Er zijn wel een heel legio dingen waar je nog aan kunt denken, hoor. Ja. Ja, er zijn wat mooie voorbeelden van inderdaad waar ze een soort deeltjesdetector al in een soort satelliet hebben omgebracht. Juist om ook naar signalen die met donkere materie te maken heeft. Want als donkere materie, dat kun je inderdaad proberen op aarde te vinden, maar als het ergens in de ruimte, in het heelal botst en vervalt in andere deeltjes, dan kun je proberen ook die signalen te vinden. Dus dat zijn experimenten die gedaan worden. Trouwens op CERN gebeuren van allerlei experimenten die niet direct ook met die fotonenbotsingen te maken hebben. En die blijven ook nog steeds mogelijk, ook voor minder grote investeringen. Dus ik denk dat er van allerlei andere mogelijkheden zijn. Maar ik hoop eigenlijk dat we die grens van ook die energie nog steeds blijven verleggen. Want ik ben ervan overtuigd dat er nieuwe dingen te ontdekken zijn. Oké, dit lijkt me een goede afsluiter. Ik wil onze gasten Stan Bentvels en Erik Verlinde ontzettend bedanken. Jullie, het publiek, wil ik graag uitnodigen om 14 oktober weer hier te komen zitten. Dan gaan we het hebben over patent op leven. Een editie over kweken, resistentie tegen witte vliegen en alles daaromheen, of dat mag en zo. Daarnaast zoeken we ook nieuwe leden, want het is weer een nieuw jaar. Je kan onze website, kan je onze e-mailadres vinden. Het is betabreak.uva@gmail.com. Of gewoon even rondkijken en oude edities terugkijken. Alles wordt opgenomen en online gezet. Als je het leuk vindt om hier te komen presenteren of gasten uit te nodigen, ideeën hebt over eigen edities, kom bij ons langs.